Poelmans dus op de links achterin. Dan krijgen we een 4-4-2 met Abdella en Naassen. Ja, hun plan lukte tot dat spookdoelpunt er kwam. Voortspelen, zegt Simonini. Schouterden. Even draaien. En voorzetten. Strak. De Schijver met de kans. En dan in twee tijden gepakt door Jari de Busser. Voor de thuisploeg. Prima gedaan van Schouterden, die het allemaal heel goed voorbereidt. Borstcontrole en dan trappen hard, maar in het midden van het doel. De Schijver, bal één keer laten botsen. Krijgt die bal niet op bij een ploegmaat. Henkens, Kouwe, Smeets gaat hier trappen. Nee, hij opent voor Saito. Saito, het gaatje zoeken en bijna de goal. Daar was Saito dicht bij de 0-1. Hele knappe poging van de Japanner. De verste paal. Smeets. Mooi voor Saito. Aannemen en dan de bal plaatsen in de verre hoek. Teunkens was geklopt. Knap wat de Japanners doet. Even op. Goed weggedraaid. Buiten getikt door Schuurmans, maar daar stond Saito. En die ziet de ruimte aan de overkant liggen. Smeets, Smeets, draaien. En dan trappen met links. Teunkens pakt. Dit is een hoekschop. Smeets. De trein voor doel. Pierrot. Poelmans haalt nog weg. Vuur in de wedstrijd. En krijg je ook de supporters te horen van Lierse. De kopbalpoging van Pierrot. En dan goed gereageerd van Poelmans. Schuurmans niet. Limbombe. Vlammen en de redding van de Busser. Daar was het alleen Limbombe. Ja, meteen gevaarlijk hoor. Zorgt alweer voor gevaar hier. Afvallende bal en trappen. Naassens. Balverlies Naassens. Henkens voor Diego Rossa. Kouwe. Gaat die eens proberen. Kouwe. Maar ook hij te centraal. Die de bal als laatste raakte. Kies. Ja, nu is het wel raak. Nee. Teunkens redt. En dan gaat hij er toch in. Het is Pierrot die de bal binnenkrijgt. Teunkens redde tot twee keer toe, maar kreeg de bal niet weg. Neven kopt, dan is het Kouwe. En dan is de bal al bijna achter de lijn. Maar Pierrot geeft er nog een trap tegen. De corner van Kies verlengd door eerst Neven, dan Kouwe. En hier is de bal eigenlijk al binnen hoor. Hinkend, stappend, lopen, dat zit er niet meer in. Smeets met Belkali voor doel. Belkali komt tegen de lat. Wat een kans nog voor Lommel. Een tweede Limbombe. Maxime Limbombe. Noodgedwongen wissel, want Jagan naar de kant. Hier nog eens de kopbal van Belkali. Tegen de dwarsligger. Dan was het echt... Maxime Limbombe, bal is niet buiten geweest. Sanis verlengt voor Smeets. Smeets op doel af. Smeets voor de 0-2. Smeets, nee. Teunkens redt. En houdt Lierse nog in de wedstrijd. De kansen voor Lommel om de wedstrijd helemaal dood te maken, die waren er hoor. Hier. Allemaal naar voren nu. Ook de doelman schouterde met de vrije trap. Kies krijgt de bal niet weg. Limbombe afgeblokt, Teunkens bijna.
Niemand in doel. Sales moet nu Smeets aanspelen. Dat doet hij prima. Smeets voor een leeg doel en voor de 0-2. Lommel wint hier op Lierse met 0-2. Wat een ontlading. Feest met de supporters. Wat een slot van de wedstrijd nog. Smeets met 0-2. En ook hij heeft zijn eerste goal in Lommel shirt. Niemand in doel. Ja, dan is dat eigenlijk wel buitenspel natuurlijk. Want er moeten twee spelers tussen de aanvaller en de doellijn staan. Maar aangezien de doelman hier is en niet in zijn eigen doel, is dat buitenspel. Natuurlijk offside. Sales zag het prima. Hier ging Smeets op het lege doel af. Maar aangezien er maar één doellijn stond, is dit buitenspel en is dat eigenlijk geen geldig doelpunt. Maar goed, het is zeker niet bepalend voor het resultaat van deze wedstrijd. Want drie punten...